Yo, kijk van IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe Rocket League Sunday. Het is een heel tijdje geleden dat ik voor het laatst Rocket League gespeeld heb. Want ik ben nog steeds te lui geweest om die laatste update niet te downloaden. Met die nieuwe lootboxes en al die meuk en rommel. Dus daarom heb ik al heel tijdje niet gespeeld. Dus verwacht niet al te veel van mij deze ronde. Probeer mijn best te doen in dropshot. En ik word opgeblazen met mijn teammate. Die klootzak. Niet even. Godverdomme. Jezus, tik me nog een keer aan. En hier is een bot ook nog niet. Ik dacht dat ik daar rijd. Wat heeft het van om me twee keer aan te tikken? Oh ja, mist die bot hem ook nog. Oh ja, word ik weer aangereden door mijn teammate. Je mag veel van mij hebben, maar die punten wil ik graag. Of de bot krijgt hem, vind ik ook best. Maar jullie krijgen hem mee, dat teammate. Nou jongens, ik heb hoezo verloren. Dat onze mijn teammate is... Nope. De bot is zelfs nog beter. In dat geval betekent dus dat je verloren hebt. Dus... Ah nee, die miste ik ook, per ongeluk. Rrr. Niet blij van. Boom, afnokken. Oké, die andere teammate is ook niet goed zo te zien. Die enemies zijn stukken beter. Ja, dat is ook een team. Dat zeg ik in principe niet zo heel veel, maar... We hebben wel vaker teams reeds quitten. Maar ik wil eerst een beetje inkomen, dus vandaar misschien. Dat was nog een beetje rusty. Maar die gozer speelt wel heel rusty voor de zondagochtend. Of is het trouwens al middag? Ja, misschien net de tussengrens. Even kijken. Oh, ik had die nog niet zien op mijn horloge. Dat wist ik het namelijk. Ik niet mijn halve microfoon omlopen beunen. Ja, het is net middag. Maar toen ik het zei was het nog ochtend. Een paar seconden. Godverdomme. Enemy. Waarom deed je dat? Nog echt hoe weinig punten ik volgens mij heb. 70 pas. Holy shit. Dat is echt wel heel weinig. Voor mijn doen. Oh my god. Voor mij denk ik gewoon dat hij heel goed is, maar... Dat is hij niet. Precies hoe deze enemies willen spelen en hoe ze spelen. Oké, hoe je die had kunnen missen, vraag ik nog steeds af. Ja, die was vrij loos dat die zou missen daardoor. Ik word heel wat aangetikt. Oh ja, dan verlaat je de wedstrijd ook nog. Oké, een enemy tikt hem aan. Oké, dat kan nog enigszins begrijpen. Nou, daar gaan we weer. Even kijken wie nou meer punten haalt. Maar weer, dus hun kunnen communiceren, wij niet. En dat is ons zwakte op dit moment. Ik zeg maar met die egootjes die echt alles zelf willen doen en alles gewoon lekker missen dan. Accelerator. Of goed las. I don't care, het stond. Kijk, waar ik het meeste moeite aan gedaan heb, krijg ik dus niks. Maar het is, op zich maakt het niet eens meer uit of ik nu win of verlies. Deze noob teammate. Want ik ben zelf ook niet heel veel beter. What the fuck. Nog AFK staan en ik krijg de punten niet. Voor ongeluk om een teammate speel. Dat vind ik wel heel ver gaan. Maar ik heb wel gescoord. Je kunt zeggen wat je wil. Ik heb wel gescoord. En als nieuw teammate is pleiten. Grandioos. Oké. We kunnen nog winnen. De hoop is nog niet opgegeven. Maar de hoop is niet groot dat we nog winnen. Dat is één ding wat 100% zeker is. Daar valt niet over te twijfelen.
Oké, okay, een kaart in de lucht gelanceerd. Een van de teammate of enemy. Boom. Boombal. Mijn favoriete minigame in Rocket League. Zelf bedacht. Boombal. Let it blow. Let it blow. Wow, teammate. Wat de heck doe jij dan? Daar. Oh my god, die AI die verneukt hem. Die had eigenlijk hem moeten aantikken daar. Nou jongens, kan het tijd worden voor verlenging? Op zich niet blij mee ben voor het editen en renderen. Extra tijd, kost het me weer met uploaden en alles. Maar die gaat niet zo lang duren. Ook heb ik best wel wat haast op dit moment. Zo, er zit weer een bot in de weg. Mooi is al gescoord, klaar. Prachtig. 8 seconden. Ik zeg in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg.